Ik ben Ramses Bekkenk van het KMC Mountainbike Team. Je kan ons volgen op mountainbiketeam.com al jaren. Ik ga vandaag de Drenthe 751 fietsen. 751 kilometer non-stop door Drenthe. De naam zegt het al een beetje. Straks over een minuutje of vijf om 9 uur starten. En dan proberen om dat zo snel mogelijk non-stop te rijden. Dus een grote uitdaging met ongetwijfeld allerlei beren op de weg. Maar die komen vanzelf tegen en proberen te tackelen als dat... mentaal een grote uitdaging. Je moet eigenlijk zorgen dat je in een week of vier alles op een rijtje hebt om gewoon door te kunnen zetten als het lastig wordt. En lastig wordt het eigenlijk al de eerste keer dan een uurtje of zeven. En ik verwacht er 40 uur over te doen. Dus de mentale voorbereiding is het grootst, maar ik heb het gevoel dat ik wel klaar ben. Wel dat dit nieuw is, er is geen tegenstand, dus dat is lastig. Je hebt niks waarvoor je moet dit eigenlijk alleen voor jezelf. En ik heb geen ervaring met nog op singletracks rijden na een kilometer of 400 in de nacht. Ik denk dat heel erg lastig gaat worden. Ik denk dat de focus een groot probleem is. Je suikervoorraden zijn ver op, waardoor je sowieso minder geconcentreerd bent. Vermoeidheid komt en dan nog slecht zicht. Dus dat is eigenlijk hetgeen waar ik het meest bang voor ben, om daar fouten te maken en eventueel te vallen of zo. Ik snap dat niet iedereen 751 kilometer kan fietsen en ik heb al een heleboel trainingsjaren. Ik denk wel dat het supergoed is voor mensen om een uitdaging voor zichzelf te zoeken en ook eens uit hun comfortzone te komen. Voor mij is comfortzone zeg maar tot 300 kilometer gaat goed. Alles erbuiten is nieuw en ook elke keer anders en het brengt je een heleboel in het leven. Het maakt alles relatief, het maakt pijntjes relatief, het maakt afzien relatief. Dus als je de kans hebt en je hebt de tijd, probeer eens voor jezelf gewoon een uitdaging te vinden die net ligt buiten wat je normaal zou doen. Je kan dit volgen, dan kan je een beetje zien hoe het is. En het hoeft geen 24 uur te duren. Het kan ook gewoon een wandeling zijn van 50 kilometer. Het kan eigenlijk van alles zijn, maar het brengt je veel, is mijn ervaring.